Zijn uiterlijk is bij de laatste intocht aangepast, maar dat gaat volgens de tegenstanders niet ver genoeg. Geen kroeshaar, geen oorringen, niet zwart, maar bruin gesminkt. De Zwarte Piet-discussie leidde bij de laatste intocht in de hoofdstad al tot aanpassingen, maar het bleek niet de oplossing. Maar is dit ver genoeg? Want de twee elementen die overeind zijn blijven staan, namelijk het kroesige haar van Zwarte Piet en de geschminkte zwarte huid, zijn overeind gebleven. Er zijn juist de twee elementen waar men zich aan storen, waar mensen last van hebben en die mensen kwetsend vinden. Wordt het uiterlijk van Zwarte Piet nog verder aangepast of verdwijnt de knecht van de Goedheiligman helemaal bij de Amsterdamse Sinterklaasintocht? Het moet nog zomer worden, maar de discussie wordt alweer volop gevoerd. Inmiddels ligt de kwestie dus op het bordje van de rechter. De gemeente praat al over de komende intocht, belooft een groot kinderfeest, gedragen door iedereen, maar de partijen zijn er duidelijk nog niet uit. Als u mij zou vragen, hoe ziet mijn ideale Zwarte Piet eruit? Of hoe ziet de ideale Piet eruit? Dan zou ik zeggen, een blonde man of vrouw met blauwe ogen. De gemeente en het Sinterklaascomité reageren na de uitspraak van de rechter op 3 juli.